Ik ben Fred Nieuwenhuis, ik ben 38 jaar en ik werk als multimedia vormgever bij het NLR. En het NLR staat voor Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Het is een hele mooie functie, want aangezien het gaat om luchtvaart, ruimtevaart, waar deels ook defensie dingen bij zitten, betekent dat ik vaak op plekken kom waar anderen niet mogen komen. Dat is wel heel erg interessant. Het is heel divers. Het ene moment dan ben ik ergens aan het fotograferen en het volgende moment dan heb ik een fotoopdracht en dan weer een videoopdracht en dan kom ik weer terug en dan heb ik weer een aanvraag voor een logo of een poster. Ik heb gestudeerd aan de kunstacademie. Van origine ben ik eigenlijk kunstenaar, schilder en later kwam daar fotografie bij. Maar ik wilde eigenlijk ook video's gaan maken. Maar ik had eigenlijk geen idee hoe dat in zijn werk ging. Wat ik toen heb gedaan, is ik wilde eigenlijk ook wel gaan acteren. Dat leek me ook wel heel erg leuk. En wat ik toen gedaan heb, is ik heb me gewoon aangemeld bij een site. En toen heb ik op een oproep heb ik gereageerd. En tot mijn grote verbazing werd ik uitgenodigd. Toen kreeg ik dus meteen een hoofdrol en toen kwam ik een beetje in het filmwereldje terecht. En we kijken allemaal wel films, maar wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? En als je zelf een film wil gaan maken, dan moet je wel op een aantal dingen gaan letten en goede voorbereidingen treffen en met een goed script komen en duidelijke stappen maken. En, ja, daar ben ik toen wel achter gekomen. Ja. Dus ik had eigenlijk in het begin een beetje het idee van, nou, een filmpje dat maak je zo even. En korte filmpjes kan je ook zo wel maken, die zijn vaak ook wel leuk. Maar als je wat dieper op de materie in wil gaan, ja, dan komt er heel veel bij kijken. Maar, dus dat heb ik eigenlijk allemaal in de praktijk heb ik dat geleerd en gewoon afgekeken eigenlijk. En daar mijn eigen visie over geconstateerd van, nou, als ik het dan zelf moet doen, dan zou ik het zo doen of dan zou ik het zo doen. Als ik terugkijk op wat ik tot nu toe gedaan heb hier. Het begon eigenlijk al heel mooi met mijn eerste opdracht was met André Kuipers. We moesten naar het Aviodroom. Hij ging een boodschap inspreken voor de bezoekers voor het Aviodroom. En het NLR had aangegeven dat wij dat wel wilden gaan opnemen en zeg maar aan hun aanbieden. Ja, dus dat vond ik wel een mooie eerste binnenkomen. En van Embraer bijvoorbeeld, dat was een hele mooie. Daar hebben we echt maanden bijgelopen, zeg maar, van begin tot eind. En dat is uiteindelijk is het een heel mooi filmpje geworden, waar we heel veel kijkers mee hebben getrokken ook. My name is Frank Wubben. I'm a project manager at the Department of Project Aerodynamics at the German-Dutch Wind Tunnels. And at present we are at the LLF, the large low-speed facility in the Netherlands. Het was echt gewoon van begin tot eind. Dus die onderdelen komen binnen, die gaan ze in elkaar zetten. Gaat de bedrading erin. Het is echt een heel proces. Dat duurt echt weken voordat het klaar is, voordat hij dus in de windtunnel kan. En alle problemen die erbij komen, en, maar ook als het een keertje mee zit, weet je wel, hoe blij ze dan zijn. En, want het gaat echt om heel veel geld. Dus dat is zeg maar qua samenwerking is dat een heel mooi project geweest. Ik denk dat ik hier over 10 jaar nog wel ben. En ik denk ook wel dat ik het dan nog steeds zo leuk vind. Omdat het gewoon elke keer is het weer anders. Het is weer nieuw, ze hebben weer nieuwe projecten. Ze hebben weer, dus dat gaat ook gewoon door. Ik ga in ieder geval nooit met tegenzin naar mijn werk. En, het is elke dag weer anders.